geloof heeft altijd te maken met onmacht. En als u onmachtig bent, dan komt dat weer door uw ongeloof. En ongeloof heeft te maken met geen kennis van het woord. En offensief gebed heeft te maken met kennis van het woord. En agressief gebed heeft te maken met kennis van het woord. Het woord blijft in u. 1 Johannes 2 vers 14. En gij hebt de duivel overwonnen. Halleluja. Zo worden wij bekleed met alle kracht en alle macht. Zegt Colossense 1 vers 19, 11. U bent krachtig in de sterkte van zijn macht. Laten we nooit denken, zou God het wel kunnen? Als u tegen de vijand staat, denk niet, zou God het wel kunnen? God kan het. En als u gaat beseffen, God kan het, dan gaat u ook beseffen, u kunt het. Halleluja. Hé, hey, halleluja. Kunt u het? Kom aan, u kunt het. Nou, waar heeft het mee te maken? Offensief bidden is eigenlijk een gebed bidden, dat is spreken. Of je spreekt tot God, of je spreekt tot iets anders. Het is eigenlijk spreken met het woord. Het is eigenlijk zo, toen koning Achab, die zat een keer op de troon en toen kwam ineens Elia binnenstormen. En die zei, zo zegt de Heer. Er komt geen druppel regen meer dan alleen op mijn woord. En dan liep zo het paleis weer uit. Hij hanteerde het woord van de Heer. Hij zegt, zo zegt de Heer. In wiens dienst ik sta. We staan in de dienst van God. En de vijand zou moeten weten dat wij in de dienst van God staan en in de dienst van God de vijand tegemoet treden. En dat we met waarheid en met autoriteit kunnen spreken en dat we krachtig zullen spreken. Dat is spreken zoals God zegt in zijn woord. En nu gaan we weer even terug naar 2 Korinthe 10 vers 4 en 5. Want we hebben net gelezen in 2 Korinthe 10... dat wij hebben wapens. Wapenen die krachtig en sterk zijn. Eigenlijk staat er, onze wapens zijn geladen met de kracht van God. Die Willebrods vertaling zegt dat fantastisch mooi. Die zegt, wij hebben wapens die geladen zijn met de kracht van God. Wapenen, dat is meer dan één. Wapenen, dat zijn er minstens twee. En ze zijn geladen met de kracht van God. En daarmee worden de bolwerken afgebroken. Halleluja. Dat is taal van God. En dat hoort taal te zijn van het kind van God. Dat hoort de taal van de kerk te zijn. Dat hoort de taal van het leger van de Heer te zijn. En wat zijn dan die wapens? Dat zijn wapens. Geladen met de kracht van God is maar één ding. Wat geladen is met de kracht van God, dat is het woord. Alles moet getoetst worden aan het woord. We leven in een tijd, mensen, dat er een hoop malle fratsen gebeuren hier in ons land. Een hoop cretologie en allerlei rare, vreemde dingen gaan ze leren. En dan gaat er alleen een evangelisch sausje overheen. En dan zeggen ze, nou, dat dekt deze vlag dekt de lading. Nou, mooi niet. Laten we zo leven, wat staat er in het woord en wat zegt het woord? Zorg dat je gefundeerd bent in het woord. En dat je krachtig daardoor bent in het woord. Niets anders dan het woord. En als je bidt, moet je bidden op basis van het woord. En als je spreekt, moet je spreken op grond van het woord. En als je aanvalt, moet je dat doen naar het woord. Het woord is de kracht, geladen met de kracht. Het woord is geladen met de kracht. Maar wat is het andere wapen? Dat is de geest. Dat is het bidden in de geest. En ook ons gebed, dat moet geladen zijn met kracht.
Onze wapenen zijn geladen met de kracht van God. En de vijand zit er daarvoor. Halleluja. Hé, begin je al een beetje warm te lopen? Goed, ik ben nog niet klaar. Ik moet nog een paar dingen zeggen. Hoe gaat het dan, die strijd? Kunnen we dat alleen en allemaal doen? Nee, er staat in Handelingen 9 vers 31 iets fantastisch. Er staat zoiets geweldig, daar lezen vele christenen eigenlijk een beetje overheen. Maar er staat in Handelingen 9 vers 31 dat de gemeente die wandelde leefde met de bijstand van de Heilige Geest. Halleluja. Ietsje verder, juist. Ze namen het in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. Dat is wat. Er was bijstand, er was hulp, er was kracht, er was versterking. De Heilige Geest. De Heilige Geest die was de beslissende factor in het leven van de eerste gemeente. Alles wat zij deden, deden ze onder de Geest. Het was de Heilige Geest die hun krachtig maakte, sterk maakte, bijstand, maakte tot overwinnaars. Gebed is een noodzaak, maar wel bidden in de Geest. En ik heb liever een gebed van 5 minuten in de Geest waar de hel voor zindert, dan een gebed van 1 uur waar de duivel in slaap bij valt. En wij ook. Voor sommige gebeden val ik haast in slaap. En ik denk de Heer ook. Want de Heer zegt dat gij vermoeit mij met uw gebeden. Dus het is vermoeiend voor de Heer. Gebed maakt alles mogelijk. Spreek woorden van God in het gebed. Met de bijstand van de Geest. Er is nog een belangrijk principe. Wat we nodig hebben, een oorlogsvoering. Ik heb vanavond gewoon een les gegeven hoe voeren we oorlog. Wat daar hebben we mee te maken. Als u straks hier vandaag gaat, u zit midden in de oorlog. Nu houdt de duivel zich aardig rustig. Misschien zit hij te fluisteren. Geloof me niet. Geloof me niet. Dan geef me een rotschop. Weet u dat hij altijd trouwe bezoeker is van onze samenkomst? Hè? Ja, hij is de meest trouwe bezoeker. Altijd is hij er. En dan zeggen sommige christenen, in de naam van Jezus, alle duivels gaan eruit. Hij gaat niet, hij zit en blijft gewoon zitten in de samenkomst. En als het woord wordt gepredikt, dan zegt hij, geloof hem niet, geloof hem niet. Geloof hem niet. Maar er staat iets belangrijks. Er is bijstand van de Heilige. Het is echt. Er is bijstand van de Heilige Geest. De Heilige Geest was in staat en is in staat om alles uit Jezus te nemen en het aan ons te geven. Maar weet je waartoe hij ook in staat is? Om alles wat bij de duivel bekend is, om het aan ons mee te delen. Wauw, dat is onze geheime dienst. Dat is onze geheime agent. Hè? Waar denk je dan aan? CIA? James Bond of zo? 007? 777. Geheime agent. Er staat in 2 Korinthe 10 iets belangrijks. Dat de Satan zal op ons geen voordeel hebben. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Amen. Ja. 2 Korinthe 2 geloof ik, vers 11. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Nou, ik kan niet in de gedachten komen van de duivel.
Ik weet dat hij niet prettig over mij denkt. En hij last het, hij spreekt slecht van me en hij spreekt slecht over u. En hij zal proberen, 2 Korinthe 2 vers 10 en 11. Amen. Staat het daar? Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Maar hoe komen we dan aan de kennis? Zijn plannen die hij smeedt in de poort. Hij komt met zijn machthebbers, zijn overheersers, zijn wereldbeheersers, zijn generaals, zijn officieren. De hele staf is aanwezig. En dan zijn ze daar samen en ze smeden hun plannen. En u zit er niet tussen. Hoe komt u dan te weten wat ze daar spreken? Holy Spirit. De Heilige Geest. Zijn gedachten van de vijand zijn ons niet onbekend. Halleluja. Hij is de enige die in staat is om te weten wat de duivel denkt en zegt, de plannen maakt. En als hij een plan heeft, dan worden wij niet overrompeld door zijn plannen. Nee, we kunnen van tevoren al de strategie bepalen. We hebben namelijk een paar strategische wapens. Je weet wat strategische wapens zijn? We hebben een strategische oorlogvoering. Met strategische wapens. En als je die hebt, dan zijn ze doelgericht. Dat is strategische wapens hebben. Die zijn doelgericht, kunnen hele steden wegvagen, hele bolwerken wegvagen, hele legers vernietigen. Strategische oorlogvoering noem je dat. Luister goed, vrienden. Als de duivel zijn plannen maakt, en hij maakt ze, als de duivel beraadslaagt, en hij doet het, en hij komt samen met overheden, machten, wereldbeheersers, boze geesten, en allerlei van dat gespuis meer. En dan komen ze bij elkaar en dan spreken ze met elkaar. En daarom moeten wij onze altaars uitzetten voor de Heilige Geest. Halleluja. En dan ontvang je van de Geest datgene wat de duivel gisteren besproken heeft in zijn poort. En dan gaan wij richting de poort met ons leger. En dan komen wij tot die poort. En dan hebben we strategische wapens. En dan hebben wij het woord. En dan hebben we het gebed. En dan hebben we offensief gebed. We hebben agressief gebed. En de duivel zit voor dat gebed. En de poorten der hel, waar de plan is gemaakt, kunnen ons niet overweldigen. Nee, sterker nog, wij overweldigen hem. En we nemen bezit van de poort, want dat was de belofte aan Abraham en aan zijn nageslacht. Halleluja. Amen. Zo werkt het. Ik kan natuurlijk wel een ander preekje houden. Aangenaam voor het gehoor. Maar daar heeft u niets aan. Als het oorlog is, heeft u nodig de instructies van de Heilige Geest. Amen. Halleluja. Zo overwinnen wij. Prijs de Heer. Glorie voor God. Al wat er besloten wordt in de poort. Alles wat besloten wordt in de poort. Alles. Dat zal de Heilige Geest aan ons zeggen. Dank God voor onze geheimagent. Elk leger heeft geheime agenten nodig, hoor. Elk leger heeft geheime agenten nodig. Ook wij. Dat is de Heilige Geest. En weet je, overal gaat de vijand tekeer. Hele steden en dorpen worden overweldigd. Soms staat er in uw krant van de gemeente, er komt een of ander, ja, wat weet je, smerige rotzooi komt er in uw stad. Dan zeg ik, wat? In mijn stad, in mijn dorp? Dat gaat niet. U zegt, ja, maar onze
politieke partij, onze club, die moet het maar oplossen. Ja, maar die lost het niet op. Dan zullen wij het op moeten lossen. Dan komen we te samen om te winnen. En dan gaan we strijden in de geest. En dan gaan we staan voor God. En dan bestraffen die machten. En de duivel was bezig om dat grote riool te openen, zodat al die golf van vuiligheid in onze woonplaats kwam. En dan draaien wij het in de naam van de Heer dicht. En we bestraffen die machten en zeggen, ik bind je en je komt er met je wingerd niet meer aan. Dat gebeurt niet in ons dorp. Sommige dingen zullen niet gebeuren omdat er een levende gemeente is. U kunt, weet je, u gelooft, en ik weet niet dat u dat gelooft, dat de duivel kan hele steden en regio's verwoesten en tot een smerige, vuile, rotzooi een bende creëren. Hij doet maar wat hij wil. Maar het kan ook zo zijn doordat er een agressief militante binnen de gemeente is, die hele steden en dorpen en plaatsen en regio's zullen veranderen voor het Koninkrijk van God. Amen. En de tijd is aangebroken dat dit gaat gebeuren. Amen. De tijd is aangebroken dat dit moet gebeuren. Halleluja. Het moet gebeuren. Want we hebben de Almachtige aan onze zijde. We hebben de Heer aan onze zijde. En de duivel, die zal gedwongen worden om de greep op de mensen los te laten. Dat is binden en ontbinden. Jezus heeft gezegd, gij zult binden. Wie? De macht van de poort. Gij zult ontbinden. De machthebbers die maar alles denken te kunnen doen. Je zult hun macht binden. En je zult ontbinden in Jezus naam. En de gevangenen worden vrijgelaten. Ik ben meer dan ooit van plan, zoals Jesaja zegt, om tegen de gevangenen te zeggen. En tegen de bevangenen, bewaarde, geef terug. Geef terug. Geef terug. Laat hem eruit. Hij zit gevangen in jouw stelsel, systeem, laat hem los. In Jezus' naam. Onze gebedsdiensten zullen anders gaan worden als we zo bidden. Het zoetsappige, softe gebed, dat wordt veranderd in geef terug! In Jezus' naam. Geef terug. Of is het zo dat de Heer zegt, zoals hij zegt in Jesaja, mijn 42, ergens in vers 20 staat het, dat de Heer moet zeggen, ik ontzette mij omdat er niemand was die zei, geef terug. Ik ontzette mij omdat er niemand zei, geef terug die bewoners van Gouda. Geef terug die bewoners van Reewijk. Geef terug die bewoners van Waddinxveen, de hele regio. Geef terug. Geef terug. Kom je ook het gouden? Utrecht. Ben je alleen het gouden? Waar zijn meer gouden leven? Ik heb er ook gewoond. Mijn vrouw ook. Hij is er geboren. Hé, ik ontzette mij omdat er niemand was die zei geef terug. Wat zeg je? Wat staat er? Hij dacht dat er niemand was en hij ontzette zich omdat er niemand moest blijven. Ja. Niemand. 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 En lees in Jesaja 42 vers 22... Jesaja 42, vers 22. Lees het eens. Ietsje verder. Maar dit is een volk beroofd en uitgeplunderd. Men heeft en in alle kerkenholen geboeid. In gevangenissen zijn zij. Verder. Verder. Verder! Juist. Weggeborgen was dat. Zij werden ter roof en er was geen redder. Verder!
Hé. Hey. Het staat in mijn Bijbel. En niemand zei, geef terug. Ja. Staat er. Wat is dit voor een vertaling? Ga maar gauw weg. Geef terug, staat er. Zo worden de gevangenen uit de bolwerken bevrijd. Zo wordt de vijand overwonnen. In Christus, met Christus, door Christus. En zo zullen wij zegen vieren ten allen tijden. En dat gaat door binden en ontbinden. En dan zeggen wij in Jezus naam, wordt de macht gebonden. En als wij met die autoriteit tegenover de vijand staan, hoeven we niet bevreesd te zijn. De duivel zeide tegen Jezus, kwels niet voor de tijd. Door wat te doen? Door te binden. Je bindt ons en kwels niet. Het is een kwelling voor de duivelse machten om gebonden te worden. Maar ze worden gebonden in Jezus' naam. Want boze machten willen hun veroverd gebied veilig stellen. Maar wij zullen het veroverde gebied van de vijand zullen we losmaken en zullen zeggen, geef terug. En de gevangenen worden losgelaten door offensief ontbindend gebed. Binden stopt de aanvalsgolven van de vijand. We moeten dus eerst binden door gelovig offensief gebed. En dan ontbinden wij, dan beroven wij de vijand. We kunnen niet eerst de vijand gaan beroven en dan de vijand binden. Dat gaat niet, we moeten het juiste volgorde doen. Eerst binden we de vijand en dan ontbinden wij de mensen en worden ze vrijgemaakt. Denkt u dat u dat ook kunt? Er staat in Lucas 10 vers 19. Zie, ik geef u macht. Over de gehele legermacht van de vijand. Hey mensen, ik kom tot het eind aan. Maar als de dominee dat vroeger zei, waar ik naar de kerk ging, dan predikte hij nog een uur lang. Want hij zei wel 5 keer, ik ga eindigen. De Bijbel zegt, ik geef u macht over de gehele legermacht van de vijand. Ik geef u macht. En de macht van de Heer is groter dan de macht van de vijand. De Bijbel zegt nadrukkelijk, in een prachtige tekst staat er in Romeinen 16 vers 20. Dat de God des vredes zal de vijand onder uw voeten vertreden. Uw voeten. Er staat in de Willibrors vertaling staat het mooie verpletteren. Verpletteren, het zal onder uw voeten verpletterd worden. Halleluja. Wij zijn te soft mensen. Wij denken dat dat verkeerde taal is. Maar je moet eens gaan ontdekken in de Bijbel wat God zegt wat jij bent. Amen. Halleluja. Met de Heer zijn we overwinnaars. En we bidden met gezag. En vergeet niet dat bidden uiteindelijk oorlogsvoeren is. We gaan straks voor God staan. En ik wil u leiden in een overwinnend gebed. Ik wil u leiden in een overwinnend gebed. Zodat u weet hoe u voortaan moet bidden. En hoe u moet staan in de naam van de Heer. En dat is iets anders dan een defensief gebed. Elke sterkte zal moeten buigen. We krijgen confrontaties. Ik heb heel wat keren confrontaties gehad. Ik zal nooit vergeten hoe daar in een van de campagnes plotseling een vrouw ging staan. Ik heb het al meer verteld. Maar voor diegenen die het niet weten dat verhaal. Een demonisch iets was het. Plotseling ging ze staan. Ze had een gewaad als van een vampier aan. En ze was een hele grote vrouw ook nog. Als ik daar op de vloer stond, dan kon ik er, terwijl ik nu hoog sta, zo recht in de ogen kijken. Minstens was ze zo groot. Ze was echt meer dan een kop groter dan dat ik ben. En dan ging ze ging staan. En de mensen werden bang.
Nou, ik geef nooit zo gauw aandacht aan wat de duivel doet, want dan kan je altijd wel erop reageren. Dus ik liet er even begaan, maar toen begon dat mij te ergeren. Want iedere keer ging die vrouw staan. En dan stond ze er. Zelfs de videomensen, die kreeg ze in de greep. Want die gingen in plaats van de camera op mij te richten, gingen ze. Toen werd ik helemaal boos. Ik zei, hé daar, in Jezus naam, je macht is gebonden. En ik zei, duivel, ik ging eerst tot de duivel spreken. Ik zei, duivel, luister goed. Jij denkt dat je hiermee iets kunt uitrichten. Vanavond ben je de verliezer, want die vrouw gaat straks tot Jezus komen. Eén. En ik zeg, hé, jij gaat straks je knieën buigen voor Jezus. Je gaat Christus kennen, die gekke toestand wordt beëindigd en je wordt verlost van al die dingen. In Jezus naam. En toen kwam de uitnodiging en ze kwam naar voren toe. En ze stond tussen het midden van, er stonden honderden mensen voor haar. En toen wilde ze nog één keer domineren. Met een toestand. En de mensen werden bang. Want die kenden die machten. Sommige mensen weten dat zijn machten. Daar hoef je niet mee te spotten. Maar je hoeft er ook niet bang voor te zijn. We mogen niet zeggen, oh, het betekent niks. Nee, het betekent wel wat. Alleen hoef je niet bang te zijn. En de mensen werden bang. Vooral die mensen die ook in die occulte werelden leven en weten wat voor macht dat is. En toen werd ik het zo zat, ik zei in Jezus naam. En ik liep naar haar toe. Ik werd verlost in de naam van Jezus de Christus. Hij wees vrij. En op de een of andere wijze was ze plotseling verdwenen. En ik vroeg aan verschillende mensen, waar is die vrouw gebleven? Niemand wist het. De volgende dag kwam er een vrouw in de meeting. Ze zag er anders uit, want ze was helemaal in zwart gekleed. Eerst had een hele wonderlijke haardos. Ze zag er zo demonisch uit met hele verffabriek op de ogen. Allerlei demonische tekeningen erbij. Maar het was een andere vrouw. Ik zeg, hé, jij bent die vrouw. Ja. Het is er gebeurd met je. Ze zegt, ik ben nieuw geworden. Ik had geen andere kleding, die heb ik allemaal verbrand, die oude troep. Ik ben nieuwe kleren gaan kopen. Ik ben naar de kapster geweest vandaag. Ik heb al die rommel heb ik weggedaan. Al die tekenen van de demonische zijn weg. Ik ben nieuw. Zoals een confrontatie is, gaat niet uit de weg. Weet u hoe u uw dorp en uw stad gaat overwinnen? Door uw stad en uw dorp te confronteren met de levende Heer. Weet je waar in de toekomst de grootste overwinningen worden behaald? Niet in onze kerkgebouwen, maar gewoon op de straten. Amen. Halleluja. Daar zullen we de triomf van Jezus Christus gaan zien en meemaken. En zal de triomf groot zijn. Prijs zijn machtige naam. Halleluja. Maar wees nooit overmoedig. Maar wees ook niet bevreesd. We moesten van de Heer een keer een geweldig bolwerk slopen in Zuid-Frankrijk. Carcassonne. Daar was als haast sinds 1000 jaar geen christen, wederom een christen meer in die stad. Ze hadden alle christenen uitgemoord rond de 1000-jarige, ik meen rond 1100 was het. Alles was één groot bloedbad geweest. Het was een stad die nog helemaal gebouwd is door de Romeinen in de Romeinse stijl. Helemaal. En de Heer zei tegen mij op een dag, je moet in Frankrijk een campagne houden. En ik vroeg de Heer, waar Heer? Maar de Heer zei verder niet, want zijn woord is genoeg. En toen kreeg ik een brief. Broeder, ik ben in uw genezingsdienst geweest. Wilt u komen
naar ons om een campagne te houden. Ik zei, waar wonen jullie? En ik keek op de kaart, ik kon het niet eens vinden, zo klein was het. En ik was aan het zoeken op die kaart en plotseling zag ik in mijn geest hoe de hand van de Heer over die kaart ging en wees naar Carcassonne. Ik wist niet wat Carcassonne, ik wist trouwens helemaal niks van Frankrijk, ik spreek geen woord Frans, ik wist er helemaal niks van. Maar duidelijk was daar de vinger van de Heer. Ik zei, kom eraan. Ik zei tegen mijn vrouw, we gaan op vakantie, we gaan even naar Zuid-Frankrijk en dan gaan we via Zwitserland even terug. En, nou, dus we gingen eventjes. En toen we daar waren, jongen, dat was een demonenhol. En wat was de duivel nerveus dat we eraan kwamen. Ik heb zelden zo de werking van Satans macht meegemaakt als toen we daar op onderzoek uitgingen. Want we zeiden, we gaan hier een campagne houden. En hier komt een bolwerk voor de Heer. Dit bolwerk zal gesloopt worden en de duivel zal niet langer hier meer heersen. Alle satanisten van Europa gaan er altijd heen. Alle hekserijen gaan er altijd heen. En alle films over demonie worden er altijd opgenomen. En wij zeiden, we gaan dit bolwerk slopen. En toen was eindelijk de dag. En toen stond de hele stad was in rep en roer. Alle kranten schreven erover. En ze wilden onze stad uitgooien. Ze pakten onze paspoort af. De geheime politie kwam dus wel bij. Zelfs bij de secretaris-generaal. De man die onder de president stond. Die kwam zelfs ernaartoe. Al de machthebbers uit die hele regio waren er. En wij zeiden, we gaan een bolwerk voor God bouwen. En niets houdt ons tegen. En de broeders werden nerveus. Die zeiden van dag, we moeten stoppen. U gaat weg, maar wij blijven hier. Wij krijgen een oorlogssituatie. Ik zeg, wees verzekerd, als we stoppen, dan heb je nog meer oorlog. En je gaat eraan. Ze slopen jullie. Nu gaan we hen slopen. En uiteindelijk, door een wonderbaarlijk iets, als ik mijn boek ga schrijven, ga ik erover schrijven, over het wonder van Carcassonne, is die plaats veroverd. En op de eerste rij, toen we de campagne hadden, daar zat de burgemeester, daar zat de rechter van de stad, daar zat de rechter van het hele district, dat noemen ze een beetje anders geloof ik, hoe ze dat, weet ik niet. Kanton in Zwitserland en hoe noem je dat daar zo, weet ik veel. En in ieder geval, daar zat die secretaris-generaal. Allemaal macht hebben ze een hele rij. Nou, dan moet je niet tegen broeder Zijlstra zeggen, want dat daag je mij uit. Dus ik keek die lui aan. Dat was dominerend van ze. Dat was intimiderend van ze. Ik zei, weet je waarom ik hier ben? Ze keken me aan. U denkt dat ik alleen maar een samenkomstje kon houden. Nee, ik kom iets rechtzetten. Want jullie hebben mijn voorvaderen niet zo netjes behandeld. De hugenoten, dat is van mijn moeders kant. Ik zeg, dan kom ik eerst eens in orde maken. Ik zeg, jullie hebben dit uitgegooid. Ik zeg, nou ben ik een vredelievend mens. Maar ik kom wel rechtzetten vanavond. En wat gaan we doen? We gaan hier namelijk dit bolwerk van Carcassonne, van Satans macht, slopen tot de grond toe. En we bouwen hier een gemeente van Jezus Christus. En vandaag is er een levende gemeente. En we proclameerden de gemeente. En die avond werden er mensen gered. En de dagen daarna. En we bouwden het koninkrijk van God. En velen werden gered. En vandaag zijn er vele levende christenen in Carcassonne. En we hebben het bolwerk tot in de poort gesloopt. In Jezus' naam. Halleluja. En dat is wat u moet doen. In uw dorpen en steden en plaatsen. Door offensief aanvallend te bidden en te spreken. Daardoor zal God in actie komen. Dat klinkt misschien militant. Het is militant. Amen. Ja. Halleluja. Prijs de Heer. Want onze wapens
zijn geladen met de kracht van God. Amen. Dat is het gebidden. Als uw gebed niet geladen is met de kracht van God, kunt u beter maar uw biezen pakken. En waar moet u heen vluchten? Ik zou het niet weten. U kunt beter de duivel wegjagen, dat hij wegvlucht, zodat u in rust leeft. Daar ben ik mee begonnen en daar wil ik mee eindigen. Halleluja. Kom, we gaan erbij staan. Heer, ik heb vanavond uw volk onderwezen hoe wij met kracht, met sterkte, met de wapens van u, Heer, de vijand tot in de poort zullen vervolgen en de poort zullen bezetten. Want de belofte van Abraham is ook onze belofte. De belofte van Abraham was om de poorten van de vijand in bezit te nemen. En wij zijn Abrahams nageslacht. Amen. En de machthebbers van de poort, dat zij zullen buigen voor de naam van Jezus. En dat we hun macht zullen binden. We gaan samen bidden. Neem het woord eens wat je hebt in de hand. Heb je toevallig geen Bijbel bij je? Nou, wees verzekerd, je moet de volgende keer wel eentje meenemen. Halleluja. Houd hem in de hand. En heb je geen Bijbel, dan hou je hem even van je buurman samen vast. Dat doe je even zo. Doe die even samen zomaar. Ja? Maar je moet je eigen Bijbelfoto bij je hebben. Ik kom zo vaak op plaatsen waar maar een handjevol christenen een Bijbel bij zich hebben. Dat is verschrikkelijk. Zo leer je nooit je Bijbel kennen. Kom aan, hebt u de Bijbel in de hand? Hou hem omhoog. Goed, kijk toch eens aan hoeveel Bijbels. Ik zie sommigen misschien samen die Bijbel pakken, geeft die. Hou hem samen vast. En beleid samen met mij en bid samen met mij. Ik dank u, o God. Dat ik uw zoon, uw dochter ben. U hebt mij geroepen, Heer. Om aan uw zijde te gaan. Vol van uw kracht. Ik heb vanavond gehoord. De waarheid over geestelijke oorlogvoering. Dat ik met u krachtig en sterk zal zijn. En dat de vijand zal sidderen voor mij. Ik heb vanavond gehoord. Uw woord zegt het. Dat we de poort van onze vijand zullen bezitten. Wij zijn het nageslacht van Abraham. Wij hebben recht op deze belofte. En we zullen hanteren en leven de belofte. Met u zullen wij strijden en overwinnen. Als wij strijden, hoeven wij niet bevreesd te zijn. Want geen kwaad zal tot ons naderen. En de poort van de hel zal ons niet overweldigen. Dat is de belofte. En we hebben een belofte. En ik wil het hanteren. Dat we de machten zullen binden. In Jezus naam. En in Jezus naam. Binden wij de machten. In onze dorpen en steden. In iedere plaats waar we wonen. Want één zal er 1000 verslaan. En 2 zal er 10.000 verslaan. Wij zullen met die overwinnaar zijn. Wij zullen de machten binden. In Jezus naam. Machten van satanisme. Wees gebonden. In Jezus naam. Machten.
machten van hekserijen. Wees gebonden. In Jezus' naam. Machten van occultisme. Waarzeggende geesten. Wees gebonden in Jezus' naam. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Machten van overspel. Smerige seksgeesten. Wees gebonden in Jezus' naam. Al de machten in de poort. Moeten buigen. Voor de naam van Jezus. De koning der koningen. De heer der heren. Met u zijn we overwinnaar. Halleluja. Halleluja. En in de naam van Jezus. Ontbinden wij onze woonplaatsen. Ontbinden wij de mensen. Die gebonden zijn. Door de bezetters van de poort der duisternis. Ze moeten loslaten. We ontbinden hen. We ontbinden de machten. Ga eruit. In Jezus' naam. Ga eruit. Onze woonplaatsen zijn voor ons. Halleluja. Wij zijn de enige politieke partij van echte waarde. Amen. Halleluja. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Al de mensen die geknecht en gebonden zijn. De mensen die ziek zijn in onze steden. Dat ze vrijgezet worden. En gezond zullen worden. De mensen die gebonden zijn. En zijn kinderen die geknecht worden. Dat ze vrijgemaakt worden. We ontbinden hen. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Halleluja. 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 In de naam van Jezus. Amen. In de naam van Jezus. In Jezus' naam. Heer. Heer. Wij zijn diep afhankelijk van u. Want als de gedachten van de duivel ons onbekend zijn. Kunnen wij niets doen. Dan kunnen we geen strategie bepalen, Heer. Heilige Geest. U bent onze geheime agent. Er is niets verborgen. Er is niets verborgen. Voor u. Alles van de vijand. Is bij u bekend. Daardoor zijn zijn gedachten. Ons niet onbekend. En zullen we weten hoe we moeten handelen. En hebben wij een strategische oorlog. En onze doelen zijn bekend. We zullen vernietigend slaan. Met de wapenen die krachtig zijn. In de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. In de naam van Jezus. Dank u Heer. U bent onze God. O, prijs de Heer. Halleluja. Kom, bid in de geest. Kom, halleluja. Ramas Shababaya. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja, Heer. Met u zijn we overwinnaars. Met u zijn we sterk. Met u zijn we krachtig. En u, Heer. In Jezus' naam. Halleluja. 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 Halleluja.
we zijn overwinnaars. Ja, Heer, met u zijn we sterk. Met u zijn we sterk en krachtig. In de naam van de Heer, Jezus naam. Halleluja, halleluja, halleluja. De Heer zegt, u kunt de bolwerken slechten. U zegt, ik ben niet sterk genoeg. God zegt dat zijn kracht in u is. Als zijn woord in u is, bent u sterk genoeg om het te doen. Als u in het woord blijft, bent u sterk genoeg om het te doen. De Bijbel zegt, door het woord bent u sterk. En door het woord wat u sterkte is en kracht is, zult u de boze overwinnen. Ik weet niet of wat God u nog meer moet zeggen, maar dit moet genoeg voor u zijn. Amen. Halleluja. Prijs de Heer. Dank u, Jezus. En vijand wordt onder onze voeten vertreden. In de naam van Jezus. Halleluja. In Gouda. Utrecht. Amen. U zegt, maar mijn stad is te groot. Nou, er zijn er vast wel een paar christenen meer. Om samen die bolwerken te slechten. Amen. Ja. Amen. U zegt, moeten we dan niet 2, 3, 4 uur bidden? Toen ik daar stond in die hal, toen dachten die broeders eraan, dat was het, dat ben ik nog vergeten. Ze zeiden, we moeten de hele gemeentes optrommelen om dit bolwerk van dat altaar van de hindoeïsme uit te bannen. Het ging door één gebed van misschien 1 minuut. Ik heb liever een gebed met kracht geladen van 5 minuten dan een gebed van 5 uur dat je in slaap valt. In ieder geval de duivel valt in slaap. Geladen met de kracht van God. Het is niet verkeerd om 5 uur te bidden. Dat is het niet. Alleen, dan moet het wel 5 uur op hetzelfde niveau zijn. Nou ja, dan moet je misschien zoiets als Carcassonne gaan veroveren. Daar hebben we lang van tevoren voor gestreden. En toen ik eraan kwam, toen was iedereen in zak en as. Ik zeg, hey, ik zet mijn voeten op. Zo menigmaal als ik ergens, dat doe ik trouwens altijd. Als ik ergens binnenkom in een plaats of stad of in een land, zo gauw ik uit het vliegtuig kwam, ik zette mijn voeten op de grond. Ik zeg, hier is de baas. In Jezus' naam. Hier ben ik, in Jezus' naam. Dienstknecht van God. En ik ga deze stad veroveren. In Jezus' naam. Prijs de Heer. Zo zullen we overwinnaars zijn. Halleluja. Hé, hey, Os. Verover Os. Rijsburg. Zet je voet erop. Kom aan. Voel je het? Voel jij het ook? Nee. Amen. Halleluja. De vijand wordt vertreden, man. De vijand wordt vertreden. De vijand wordt vertreden. Prijs de Heer. Halleluja. Hij loopt nog niet weg. Laat het niet onrustig worden. We staan nog steeds in de tegenwoordigheid van de Heer. Je kunt er wel 1 uur met me waken, zegt de Heer. Amen. Prijs de Heer. Kijk, als de Heer zegt dat we door moeten bidden, gaan we door tot morgenochtend. Als de Heer het zegt, doen we dat. Als de Heer het niet zegt, doe ik het niet. Maar vind ik het genoeg om te spreken.
Halleluja. Weet u, ik heb mijn leven een beetje veranderd na de hevige aanvallen van de duivel in mijn leven. Ik heb me niet aangepast aan de duivel, maar ik ben tot ontdekken gekomen, als je 67 bent, moet je je leven een beetje anders inrichten. En ik wandel nu elke middag, dat heb ik nooit gedaan, en elke middag loop ik door het dorp heen. En dat is precies wat ik eigenlijk moest doen. Dit is mijn dorp. Er is hier een burgemeester, maar dat is gewoon de zetbaas. Ik ben de burgemeester eigenlijk. En als ik hier rondloop, dan zeg ik... Deze plaats zullen we opeisen voor het Koninkrijk van God. Ik zeg het elke middag. Elke dag zeg ik, dit wordt onze stad. Dit wordt ons bolwerk. Hier zal het gaan gebeuren. Halleluja. Daarom moet hij meehelpen. Krijg je er ook deel aan. En als je er deel aan krijgt, komt het ook in jullie stad. Amen. Wij delen ook naar anderen toe. Wij laten anderen nooit ploeteren. Nooit. Heb ik nooit gedaan. Ik heb altijd ben ik achter ze gestaan. Ik heb ze ook geholpen. Als het eigenlijk niet ging, deden we het toch. En u zegt misschien, het gaat helemaal niet. Maar het gaat wel. U kunt helpen. Dit moet een bolwerk worden. En we zullen andere bolwerken gaan maken. Dat heel dit land vol bolwerken zal worden. Om de bolwerken van de duivel te slechten. Halleluja. Ook Putten. Ook Putten. Prijs de Heer. En ook Harderwijk. De Veluwe. Weet je, het kan niet zo zijn dat ons land in de greep van de duivel zal komen. En dan komen er allerlei angstaanjagende profetieën van rampen, maar ik geloof in een glorieuze toekomst voor ons land. Daarin geloof ik. U zult eens gaan zien in de toekomst wat er gaat gebeuren in dit land. Hier worden bolwerken gebouwd, zegt de Heer. Hier zullen steden veranderd worden. Er zullen plaatsen zijn, zegt de Heer, die veranderen zullen, totaal veranderen zullen. Halleluja. Halleluja, halleluja. Want ik zal grote wonderen gaan doen, zegt de Heer. Die zijn weerga niet kennen. Mannen en vrouwen zullen door de dorpen en steden gaan wandelen. En zullen laten zien. Er zal een confrontatie komen tussen de christenen en de bewoners van de plaatsen. En we zullen hen confronteren, zegt de Heer, met de levende God. En de levende God staat aan onze zijde, waardoor de bolwerken geslecht zullen worden. En de poorten der hel zullen ons niet overweldigen. Halleluja. In de naam van de Heer. In de naam van de Heer. In de